Wij als GIA hebben hier eigenlijk in samenwerking altijd met de eindklant, Cordeel zelf, en met de installateur, in dit geval Imtech, de automatisering van de gebouwschil voorzien. Dat betekent concreet dat wij eigenlijk alle componenten in het gebouw, in dit geval voor verlichting en zonwering, zijn de lampen, detectoren, of bijvoorbeeld de zonweringen zelf, alle drukknoppen, alle touchscreens, zijn gaan samenvoegen in een intelligent netwerk. Op die manier kunnen al die componenten samenwerken met elkaar en het gebouw intelligent gaan aansturen. Eerste bedoeling, energiebesparing. Tweede bedoeling, comfortverhoging. Maar GIA heeft vooral de sturing van de verlichting geregeld. Dus dat hangt ook een beetje samen met de app waarmee we dan de verlichting kunnen sturen. En ook naar de toekomst toe bieden zij ook dan die flexibiliteit dat je nog kan bijsturen en zaken kan veranderen. Je kan ruimtes met elkaar koppelen, ja, ruimtes met elkaar gaan afsplitsen. Dus ja, je bent ook flexibel naar de toekomst toe. Het bijzondere aan het GIA-systeem is dat wij eigenlijk dankzij ons gepatenteerd systeem in staat zijn om al deze technieken te verbinden zonder gebruik te maken van computerbekabeling.